Het personeel van het bureau Dak- en Thuislozen aan de Wiggerstraat heeft vanmorgen het werk spontaan neergelegd. Ze zijn daarna gelopen naar de Nationale Assemblée, waarbij ze middels borden hun ontevredenheid hebben geuit. De werkers kunnen namelijk nog niet beschikken over hun salarissen en vakantiegeld van de afgelopen maand. Volgens bondsvoorzitter Claudette Etnel is het nog niet duidelijk wanneer de salarissen gestort zullen worden. Het personeel van het bureau Dak- en Thuislozen is volgens haar zeer verhit over de ontstane situatie. Ik zou dat niet kunnen weten nu, dat zou de minister ons kunnen zeggen van financiën, denk ik. Misschien ook volksgezondheid niet, maar ik denk financiën. Dus we wachten erop, want bureau Dak- en Thuislozen is ook niet zomaar een stichting dat subsidie krijgt. Het is een stichting dat zeer belangrijk is in onze samenleving. Het is een stichting die moet zorgen dat wij de geestelijke mensen met de geestelijke beperking van de straten afhouden, zodat we ook rustig en vrij kunnen leven. Want als deze mensen ook in, hoe het weer, op straat bezig zijn, zijn deze mensen die uitdrukken om ze te gaan halen met alle gevolgen van dien en alle narigheden. En ik vind persoonlijk dat deze mensen echt een betere waardering verdienen dan welke stichting. Natuurlijk, alle stichtingen hebben hun taken. Maar dit is een van de meest belangrijke om ervoor te zorgen dat Paramaribo een beetje vrij is van mensen met een geestelijke beperking. Ze hebben er niet om gevraagd, misschien anderen. Maar dat het veilig is in onze binnenstad. Etnel zegt dat ze blijft opkomen voor de rechten van het personeel. Indien het nodig is, zal de actie verscherpt worden. Ik vind dat het snel een oplossing moet komen. Dus zometeen heb ik weer een gesprek met de directeur om te horen hoe of wat. Als blijkt dat er nog steeds niets is, gaan we kijken om andere maatregelen toe te passen. Zullen de acties verscherpt worden? Dat weet ik nog niet. Ik kijk even wat het resultaat is natuurlijk. Als er geld is of niet. En als ik echt een ander iets hoor, iets dat in de richting wijst van er wordt vandaag gestort, dan misschien dat de acties opgeschort worden, maar zo niet. Dan kijken we wel wat voor actiemodel we dan toepassen verder. Aldus Claudette Etnel, voorzitter van de bond bij het Bureau voor Dak- en Thuislozen. Het personeel heeft het werk vanmorgen spontaan neergelegd en geprotesteerd bij de Nationale Assemblée.